Nou, ik ben bijna bij het ijs. Ik heb er heel erg veel zin in. Dus, dat gaat goed worden. Goeiedag, mijn naam is Jaap. Ik ben senior reisontdekker bij Kras. Alleen, coronatijd, hè, dus ik kan nog niet naar het buitenland. Naar mijn geliefde Italië. Ik zou best graag willen, maar ik moet het nu nog maar even doen met bedenken hoe leuk het daar is. Maar het valt niet helemaal tegen. Het weer is natuurlijk helemaal geweldig nu ook. En ik heb een mooie fiets. Of zou ik met de Porsche gaan? Zou ik ook lekker met mijn kop zo in het zonnetje? Alleen die Porsche is niet voor mij. Die fiets wel. Dus we gaan even kijken of we lekker een Italiaans ijsje kunnen scoren. Dan is deze dag weer helemaal goed. Ik zit niet zo vaak op de fiets hoor, maar dit is nu geweldig. Omdat ik, coronatijd heeft gewoon ook zijn voordelen. En moet eens kijken wat een prachtige weg dit is zo met die bomen. En een mooie vijver hier. Het is allemaal gewoon helemaal genieten joh. Dat kan makkelijk in eigen land. Maar je moet het alleen even ontdekken. Fijn dat u open bent, man. Ja. Helemaal gelukkig mee. Ik wil graag een ijsje in de kleur van mijn shirt, hè? Ja, gaan we doen. Welke wordt dat? Mango en vanille, meneer. Nou, fijn dat je open bent. Fijn voor ons en fijn voor jezelf ook, hè? Ja, zeker. Alsjeblieft. Dank u wel. En bedankt en nog een fijne dag. U ook, meneer. Arrivederci. Nou, en hier eindigt mijn... mijn reis naar Italië. Ik ben aangekomen op bij de Italiaan. U hebt net gezien dat ik dat lekkere ijsje gekocht heb. Ja. Maar ze hebben daar geen terras bij de Italiaan. Dus daar ben ik naar mijn vriendin gefietst. Die zit hier lekker bij de violen. Mm. En heb ik een ijsje voor u meegebracht? Ja. Lekker toch? Nee. Mango met vanille. Oh. Dat is geen rommel. Nee. Nou en zo maak je er ijsje toch wat van. En ik ga nu aan mijn ijsje beginnen. Ik zeg tegen jullie, blijf ontdekken, net als ik. Soms kun je niet op reis, maar dicht bij huis is er ook nog zat te doen. Dag!